Biertjes zo in de koelkast? Nou, dat is een beetje vroeg voor. Nou, nee, de vorige keer toen schrokken wij behoorlijk van... jongen, wat een enorme hoge peiling. Dus deze klinkt mij een stuk realistischer in de oren. Heb je al wandelschoenen gekocht? Waarvoor? Ik denk dat jij veel de straat op moet, toch? Ja, maar deze zijn heel goed ingelopen de afgelopen jaren. En ik ben inderdaad heel veel in de stad. Ik merk het echt wel af en toe dat ik zeg van ja, u kunt op mij stemmen. Dat ze dan denken, oh, is dat zo? Mensen moeten nog het idee krijgen, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dit zijn de gezichten die er ook bij horen. Is er de vorige keer echt geen feestje gevierd? Nou, de vorige keer was natuurlijk een enorme opsteker. Ik heb even de kop overgegeven. Dat gaat zo in zo'n wedstrijd. Dan moet je even aanhaken bij de ander om daarna weer vol eroverheen te kunnen gaan. Toen iedereen zei van pak het bier, toen zei hij, joh, zet maar weer terug. Ik heb wel een beetje getemperd inderdaad. Het ziet er toch echt naar uit dat je de grootste linkse partij gaat worden? Ja, want dat is denk ik het slechtste nieuws uit deze peiling. We gaan nog verder rechtsaf. Ik maak me meer zorgen over Richard de Mos. De groep de Mos is ook aan het stijgen. En wij willen eigenlijk wel graag groter worden dan de groep de Mos. Maar stiekem wil je ook wel besturen met groep de Mos, toch? Ik sluit niemand uit om mee samen te werken. Maar groen rechts is toch ook bijna groen links? Was het maar zo'n feest. Ja, ik zie die groen-rechtse koers nog niet helemaal hoor, want het is een beetje een nepgroen natuurlijk wat we zien met her en der een veldje. Maar voor de rest is het nog steeds volledig voor de auto. Dus ja, laat je geen zand in de ogen strooien. Op het moment dat je echt na wil denken over de vragen van de toekomst, dan is D66 je antwoord. In één zin, wie is Revis? Een doener. Dat is één woord. Ja, maar hoe korter hoe beter. Dank je.